In deze video leer je een gegevensbestand aanpassen in de brontoepassing Access. Start Windows Verkenner. Open het bestand Leden. Het programma Access wordt gestart. Beantwoord de vragen in verband met de beveiliging positief. Dubbelklik op de tabel Office Address List. De tabel wordt weergegeven. Klik onderaan in de tabel ter hoogte van de rij, aangeduid met een sterretje. Druk telkens op de tabtoets om verder te gaan. Vul de velden in met jouw gegevens. Klik in het record van Petra Bex in het veld van de straat en wijzig die in Doornlaan. Verwijder het record van Van Elderen, selecteer het record door vooraan in het grijze vakje van het record te klikken en druk op de Delete-toets. Beantwoord de opmerking met ja om te bevestigen. Het verwijderen van een record is hiermee definitief. Klik op de knop Weergave om de ontwerpweergave op het scherm te openen. Klik in de eerste vrije cel onder de titel veldnaam en typ aantal kinderen. Selecteer als gegevenstype numeriek omdat het om getallen gaat. Klik opnieuw op de knop Weergave om naar de normale weergave over te gaan en antwoord ja bij de opmerking rond het opslaan. Vul zelf bij ieder record een getal in bij het veld Aantal kinderen. Sluit alle vensters van Access. De wijzigingen in de tabel werden automatisch bewaard.